Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 2 februari 2016. Dit is het Brutte van dinsdag. Aan het eind van deze uitzending is er eerst Morse met Read Solomon Codes. Vervolgens komt er een stukje Hellschreiber, waarvoor FLDigi, terwijl dat wel zou moeten, dus geen codes genereert. Je moet, als je dat wil decoderen, dus tijdens de Morse al handmatig overschakelen op Field Hell X9 bij 1500 Hz. Vandaag doen we opnieuw wat proeven met de modulatie. Die duren overigens niet de hele week. Ik kan de opname verder niet zonder de automatische sterkteregeling in de Tascam recorder maken. Ik moet, als ik dat doe, te ver van de microfoon af gaan zitten. En dat geeft zoveel achtergrondgeluid dat niet praktisch is. Wat nu in eerste instantie volgt is dus weer de modulatie zoals gisteren. Het geluid is zo vanaf het opnameapparaat gebruikt. Op de website van de rubriek VHF en Hoger van de Veron staan de voorstellen voor de IARU-bespreking die binnenkort plaatsvindt. De voorstellen zijn afkomstig van de verschillende IARU-leden. In Nederland is dat de Veron. De voorstellen staan nog niet vast, er staan nog ter discussie open. Heb je een duidelijke mening over zo'n onderwerp, dan kun je daarover nu je input nog kenbaar maken. De voorstellen betreffen de verschillende categorieën algemene zaken, frequenties, kwaliteitsmodus, administratieve zaken. Er is één ATV-gerelateerd voorstel en een hoop contest-gerelateerde zaken. De bijeenkomst zelf vindt plaats van 15 tot en met 17 april. Enige tijd daarvoor moeten de betreffende verenigingen hun standpunt kenbaar hebben gemaakt. Op veron.nl bij VHF en Hoger kun je meer vinden. Er is ook een PDF in het Engels beschikbaar met de volledige tekst van de voorstellen waarom het gaat. Even een mededeling over de modulatie. Hierna schakel ik de tooncorrectie in zoals ik die normaal in de uitzendingen gebruik. Het betreft dus alleen de tooncorrectie, verder verandert er niets. Agentschap Telecom staat samen met het kadaster op 3, 4 en 5 februari op de beurs Infra-relatiedagen. Het bezoek aan de vakbeurs betreft een van de bij de meeste amateurs veel minder bekende activiteiten van het agentschap. AT geeft op de beurs uitleg over de wet informatieuitwisseling ondergrondse netten. Agentschap Telecom heeft een toezichthoudende rol waar het de beschadiging van ondergrondse kabels bij graafwerkzaamheden betreft. Onlangs werden de werknemers en activiteiten van Verispect ook bij Agentschap Telecom ondergebracht. Verispect voerde de taak uit die voor 1998 door het Eikwezen werd uitgevoerd. Andere minder bekende taken van Agentschap Telecom zijn bijvoorbeeld het aftappen, dataretentie, dat wil zeggen het opslaan van telefonie- en internetgegevens, en verder controleert de dienst de handel in elektronische apparatuur. Die controle bestaat uit toezicht of verkochte apparatuur voldoet aan de verplichtingen van de EMC-richtlijn en andere richtlijnen rond telecommunicatie. Ook handelt AT klachten over EMC van burgers en vergunninghouders af. Ik schakel nu als test wat de modulatie betreft de tooncorrectie weer uit en ik schakel de volledige compressie in zoals ik die altijd voor de uitzendingen in gebruik heb. Op 12 februari vindt er bij de VLM afdeling Amersfoort een lezing plaats over het onderwerp historische luchtvaartcommunicatie door PLJEB. Ik weet dat er meerdere mensen op deze repeater zijn met veel belangstelling voor luchtvaart. Ham Radio Now TV heeft een item over 60 meter onder de titel Let's Go Dutch. Oh, and Let's Go Dutch, the contingent from the Netherlands strongly supported a wider allocation and 100 watt limit. They compromised down to 100 kHz, but were outshouted. Apparently there is no voting by the almost nothing faction. So the government immediately authorized Dutch hams to that 100 kHz and 100 watts anyway. In goed Nederlands, de conferentiegangers uit Nederland waren een groot voorstander van een veel groter bandsegment op 60 meter dan de 15 kHz en een zendvermogen van 100 watt. Uiteindelijk gingen ze akkoord met 100 kHz, maar werden overschreeuwd, dat wil zeggen, kennelijk wordt er niet gestemd, door de deelnemers die bijna niets op 60 meter wilden toestaan. En dus gaf hun overheid de amateurs daar toch 100 kHz en 100 watt. Overigens niet helemaal een correcte weergave, want het plan voor deze allocatie bestond al maanden daarvoor. De uitzending onder de titel Let's Go Dutch is te vinden op Ham Radio Now TV, hamradionow.tv. Ja, en nu schakel ik weer over naar de modulatie zoals ik die de afgelopen maanden steeds heb gebruikt. Nieuw-Zeeland heeft het licentievrije frequentiespectrum voor short-range devices onlangs uitgebreid met 915 tot 921 MHz. Deze ISM-frequenties lopen nu van 915 tot 928 in totaal. Dat andere stuk dat was eerder al vrijgegeven. En hiermee is de band geharmoniseerd met dezelfde band in Australië. Het zendvermogen dat in het onderste deel van de band gebruikt mag worden is nu 1 watt EIRP. Bovenin is dat 4 watt EIRP. De stap van Nieuw-Zeeland brengt een wereldwijde allocatie op deze band een stap dichterbij. In het Verenigd Koninkrijk geldt al sinds de zomer van 2013 een licentievrij gebruik van 915 tot 921 MHz. En er volgt nu de Morse met schakelcodes en daarna Field Hell X9 zonder schakelcodes. Field Hell X9 bij 1500 Hz.
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.